Over naar onze derde wedstrijd dan. Eupen-Antwerpen, dat is een partij die volledig in het teken staat van de trainerswissel bij de Gwedold. Radko Svilar heeft er vorige week zelf de brui aangegeven. Hij wordt voorlopig vervangen door deze Colin Andrews. En wij hebben hem voor aanvang van de wedstrijd al te pakken gekregen voor een interview. Zijn er ook strubbelingen in de spelersgroep? Ik denk dat de meeste dat is, excuse me, but bullshit. The group is cool. And there's a work they have Google trained and knew they would be wiser that the mensen are verkeerd to Sega zoiets. And now they have the kans for that wild market. Okay. De partij zelf dan, het regent pijpen stelen aan de keerweg en het regent ook kansen in de beginfase, vooral voor de thuisploeg. Het schot van Aubameyang, de huurling van AC Milan, knalt hem in de handen van Vincent van Trier. Eupen is ondertussen al sinds 31 januari ongeslagen in eigen huis. Het wordt dus een zware brok voor Andrews om mee te beginnen. De vrije trap van Milicevic en opnieuw van Trier. Bij Antwerp hebben de jongsters Put en Heiremans hun kans gekregen, allebei 18. En die Heiremans staat op het lijstje bij Everton nu. Hier zijn ze, de Gwedold met Vervaken en hij scoort. Bas Vervaken met de 0-1, een beetje tegen de gang van het spel in. De eerste kans voor Antwerp en hij zit al meteen na een half uur spelen. Bas Vervaken rustig en hij zorgt ervoor dat het vuur weer aanwakkert bij Antwerp. Eupen heeft niet meteen een antwoord in huis. Op slag van rust ondertussen al. Hier dan toch eens. Balletje terugleggen en Trenson die daar in de fout gaat. De bal komt tot bij Mombongo. Draaien en scoren. Want ook Van Trier zag er daar niet goed uit. Maar vooral Trenson ging in de fout en zo is de stand weer gelijk. En zo geeft Antwerp zijn voorsprong nog uit handen in het zicht van de rust. Het doelpunt komt op naam van Freddy Mombongo. Opvallend bij Antwerpen is dat zowel Pivaljevic als Tibor Tisha niet op het wedstrijdblad staan. Andrews die duidelijk keuzes heeft gemaakt. Hier is Maric. Aan de tweede paal veel ruimte. Maar de eerste dreiging in de tweede helft gaat over. Het is ondertussen gestopt met regenen, maar de kansen die blijven wel komen. Al zitten we nu wel op een kwartier van het einde met een uitstekende Collinet tot bij Gilles Collin. Maar die wringt de reuze kans de nek om. En zo blijft het 1-1. En gaat Eupen opnieuw punten verliezen voor de tweede week op rij na de nederlaag op Wetteren vorige week. Hier is Antwerpen dan toch nog een keer met Baard. Die legt hem af tot bij de Vriezen, laag over de grond. Maar Radek pakt en zo pakt ook Andrews zijn eerste punt. En wat hebben Jérôme Collinet en Geoffrey Heiremans daarover te zeggen? Iedereen begint vanaf nul en iedereen moet zijn eigen truc bewijzen voor in de ploeg te staan. En dat hebben we vandaag toch getoond, dat het met de juiste opstelling is begonnen. Au bout du compte, je pense que c'est un résultat logique. On a eu un match très difficile avec un terrain très difficile et à nouveau des conditions pas faciles. Donc je pense que l'Antwerp a bien maîtrisé notre schéma de jeu avec. Avec pas mal de bonnes combinaisons aussi sur un terrain difficile, ils nous ont posé quelques difficultés. Maintenant, on a eu quelques occasions aussi pour pouvoir prendre l'avantage, on ne l'a pas fait. Donc voilà, on se contente avec un point.